Tof dat jullie kijken naar een goed nieuwe video. Mijn naam is Justin. Vandaag, dames en heren, gaan wij de top 10 kleinste mensen die ooit hebben geleefd. Ik heb er super veel zin in, dus doe die like even omhoog. En jongens, laten we gewoon lekker beginnen. We gaan gewoon top 10 kleinste mensen die ooit hebben geleefd. Dus dat is helemaal mooi. Ze zijn fucking klein, echt immens klein, de mensen. Dat hun kunnen leven, snap ik niet. Maar we gaan gewoon naar de eerste en dat is Lin Chu. She! Die is 67,5 centimeter. Dus hij is 67 centimeter groot. Dat is ongeveer. Nou, dit is een lineaal. Dus twee keer lineaal. Je kunt het niet zien, oké? Okay? Maar het is groot. Nee, het is klein. Super klein. Het staat er nog wat onder. Volgens het Junior. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Maar een recordboek was Lin Yu Shi. Tot 2009 de kleinste man ter wereld. De Taiwanse lijkt aan osteogenische imperfecta. Een zeldzame groeiziekte. Oké. Okay. Ja, je ziet hier een plaatje en je ziet hoe klein hij wel niet is. De volgende is Kanchadratabamagar. Het zijn allemaal buitenlandse namen waar ik hem niet kan uitspreken. En hij is 67 centimeter, dus die andere was 5 centimeter groter. Nee. Ja, 500ste centimeter groter. En je ziet hier, wow, deze is klein. Vergeleken met die gitaar. Ik heb altijd van die dingen, dan weet ik nooit. Oh ja, ik ben aan de kapper geweest. Maar bijzonder genoeg, een van de twee Nepalse... Oh, er zijn er twee. Oh, oké. Okay. In deze top 10 van kleinste mensen, de Kanara, staat in eigen land ook wel bekend als de kleine Boeddha. Oké, okay. Nou, leuk. Oké, jongens, hier staat geen afbeelding bij, dus jullie zien eventjes even een zwart beeld. Oké, duimpje, ja, hoi. En de volgende is Istvan Toth. Moeilijke naam, maar hij is 65 centimeter groot. Er zit geen plaatje van, jammer. Maar sommige mensen houden er niet van om in openbaarheid te komen. De Hongaarse, oh, het is een Hongaarse, Istvana Tota had bovendien de pech om geboren te worden in een land waar mensen neerkijken op iedereen met een handicap of lichamelijke of geestelijke afwijking. En hij is gestorven in 2011 op 48-jarige leeftijd en hij is 65 centimeter groot op 48 kleden. Maar hoe dan? En dit is nummer 7 en dit is Matje Beste. 65 centimeter, groot was die andere dan? Ook 65 centimeter, oké. Okay. Net als Lin Yu Shi lijkt machtmeester aan de zeldzame osteogenische imperfecta. Hierdoor is ze aan haar rolstoel gekluist en door haar ziekte dus voor het hele leven getekend. Oh, je ziet hier even een plaatje en je ziet echt... Het is echt klein. Het is gewoon klein, jongens. Ja. Vind jij het ook klein? Doe dan een duimpje omhoog. En de volgende is nummer 6. Het is Lucia Sarata. 61 centimeter. Dat is wel een verschil. 4 centimeter. Ja, het is niks. Maar het is toch wat. Snap je? Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Met hier een plaatje. Is dit een of... I don't know. Maar het leven van de Lucia Sarata is zowel wonderlijk als bizar. De zeer kleine Mexicaan werd geboren in 1864, kreeg op haar 17e een vermelding in het Guinness Book of Records. Als het lichtste vrouw op aarde. Holy shit. Shunri Balawing. Balawing. 60 centimeter. Deze was 61, oké. Okay. En je ziet hier een plaatje. Je moet best om lachen, sorry daarvoor. Maar die kip is zo groot in dat poppetje. Nou, een mens. Poppetje, aan een poppetje. Ik noem het gewoon een poppetje, maar ik weet het ook niet. Volgens Guinness of Book of Records, of de kleinste, op dit moment leeft een man ter wereld. Naar verluid stopte Balawing al een paar maanden. Na zijn geboorte niet met groeien. Dus toen hij geboren was, heeft hij gewoon een deel gewoon niet meer gegroeid. Holy damn. Dat is wel, ja, dat is klein, ja. Dan gaan we op naar de volgende. Jotti Ametje. Mooi naam. Nee, maar dat is mijn mening, oké. Okay? 58,4 centimeter groot. Hoe de heck? Oké, okay, dan moet ik eerlijk zijn, ze is nog niet de knapste. Nee, ik ben nog niet knap, maar ja, je maakt het zelf maar. En die schoenen, holy shit. Die schoenen is bijna drie keer zo. Die schoenen, hè.
shit, kan gewoon 3 keer in haar lichaam. Niet normaal. Naar de kleinste man komt de kleinste vrouw ter wereld. Pauline Mustard, 58 centimeter. Oké, dat is dit. 58. Holy damn. Ook Nederland is vertegenwoordigd in deze bijzondere lijst. Echt? Oh, dit is een Nederlander. Oké. En wel in de persoon van Pauline Mustard. Mustard werd geboren in 1876 en ze kreeg van het Guinness Book of Records de titel kleinste vrouw ter wereld. Maar kon daar helaas niet lang van genieten. Toen ze 19 was, overleed ze aan de combinatie van longontsteking en hersenvliesontsteking. Dat is ook voorkomen ziekte in die tijd. Damn man. Holy shit, een Nederlander dit. Wanneer is ze gestorven? 1876, dat is niet heel lang geleden. Oké, en hier heb je Cool Momata. Dat is de tweede kleinste. 57 centimeter. De meest extreme kleine mensen worden niet ouder dan 30. Leefde persoonlijk genoeg en een stuk langer. Hij werd geboren in 1957 en was tot zijn dood 40 jaar later in het bezit van de titel kleinste man ter wereld. Dus hij is 40 jaar geworden. Holy damn. Oké, we gaan nu naar de kleinste. Het is nummer 1. En dit is Chandra Bahadur Dani. Ik kan het gewoon niet uitspreken. En die is 54,6 centimeter groot. Holy shit. De kleinste persoon die ooit geleefd heeft, komt uit Nepal. Dat dacht ik al. Chandra Bahadur leeft onbekend, maar gezond in een klein dorpje in Nepal. Zijn leven veranderde dramatisch toen het Guinness Book of Records hem wist te vinden en uitroep tot de kleinste persoon op aarde. Daarna gebruikte zijn nieuwe roem om de wereld over te reizen. Hij is namelijk nog nooit zijn Nepaalse dorp uit geweest. Holy shit. Net zoals een aantal anderen uit deze les leed Danny aan de promi-dwerggroei. Hij overleed in 2005. Oké. 2005, een beetje normaal. Nou ja, dat is wel een beetje van deze tijd. Maar jongens, vonden jullie het leuk? Doe even duimpje omhoog. Vonden jullie het leuk dat ik de top 10 kleinste mensen doe? Heb je een andere top 10 die ik zeker weten moet doen? Laat het achter. En ik check jullie de volgende keer weer. Doe een duimpje omhoog. Was een lekker korte video, maar hopelijk wel super leuk. Dus ik check jullie de volgende keer. Later. Pew, pew. Later. Hey, duimpje. Oh ja, en check ook even de video op Lucas' kanaal, KingCraft. Daar heb ik een video voor haar gemaakt, dus check het even. Later.